Een hoofdonderwijzer Pieter Zwart en zijn vrouw Klaske Schuurer, familie van de bekende Friese schrijver en dichter Verder Schuurer. Zijn broer H.J. Piet werd eveneens in het prachtige pand aan de Squallestraat geboren, 27 april 1921. In april 1931 vertrok de familie Zwart, waar vader Pieter hoofd was van de school met de Bijbel in Burgum, naar het toenmalige Nederlands-Indië om daar zijn roeping te volgen van onderwijzer en om zijn beroep verder te kunnen uitoefenen. Bouke Klaas behaalde het diploma HBS aan het Christelijk Lyceum te Bandung en nam in 1941 vrijwillig dienst bij de Koninklijke Marine en werd geplaatst op de officiersopleiding bij het Koninklijk Instituut der Marine te Surabaya. Met de oorlogsdreiging in de oost tegen Japan in zicht werd van de Kap, Zwart en vele adelbasten geëvacueerd vlak voor de capitulatie van Java. Ze kwamen uiteindelijk met de MS Kotabaru, de Nieuw Amsterdam en de Christian Huygens via Zuid-Afrika uiteindelijk na een zeer lange en gevaarlijke reis in Liverpool aan. Na vervolgopleidingen in het Verenigd Koninkrijk, zowel Zwart als adelbast voor de zeedienst, via onder andere het Ennis House nabij Falmouth in Cornwall, en via de Initial Training Wing op het Nuclear College in Cambridge bij de RAF zijn vervolgopleidingen krijgen om verder tot jachtvlieger te worden opgeleid. Zwart en Van der Kap zaten bij de officierspromotie in 1941 en zouden bij de RAF verder worden opgeleid tot vlieger. Via Canada, waar hij zijn marinevliegbrevet behaalde op 3 september 1943, zou hij als inmiddels dat officiervlieger de derde klasse bevalde de vlieger weer in het Verenigd Koninkrijk terugkeren. Via de RAF, Volunteer Reserve, zou Zwart zijn verdere carrière en vervallen gegeven bij de Koninklijke Marine of Royal Dutch Naval Air Service. Plaatsingen bij de Boat Squadrons nummer 894 en 1842 van de Fleet Air Arm lieten de Friese vlieger actie zien tegen zowel de Duitsers met de aanvallen op de Tirpitz als tegen de Japanners. Zwart zou nog voor het einde van WO2 op 1 april 1945 tot officiervlieger der tweede klasse worden bevatten. Tegen deze laatste toenmalige geallieerde tegenstander Japan zou Zwart sneuvelen op 24 juli 1945 als vlieger van de Corsair met nummer 137 X-ray na de zijn opgestegen van de Britse carrier HMS Formidable. Hij werd bijgezet in het land van de roeping van zijn vader als onderwijzer in het voormalige Nederlands-Indië op het ereveld Mentengpulu te Jakarta. Hij kwam daarmee nooit meer naar zijn geliefde Friesland terug en daarmee ook niet naar Bergen. Zwart werd 22 jaar. Mijn missie begon in 1993 met het kopen van een boek met daarin een naam en zeer respectvolle namen. Mijn missie duurde iets korter, en daarmee nu ongeveer 19 jaar, wat mij bracht langs de gemeente Tietjerkstadeel, die begon in 1998, en onder andere langs defensieinstellingen en zeer vele andere contactpersonen. In het jaar 2000 kwam van mij als initiatiefnemer het verzoek aan burgemeester Polderman voor het eren van een omgekomen vlieger. Dat het nu uiteindelijk wel is geslaagd, heeft niet alleen te maken met wilskracht en met doorzettingsvermogen. Het verslag van Zwart op 4 mei 2011 in de Leeuwarden Courant en vele gesprekken met de heer De Keurs, eerste burger van deze prachtige gemeente, en zijn collega's en vele andere partijen, zoals de stichting Friesland 4045, brachten de familie van de Meij en mij in contact met Douwe Drijver en Alexander Tuinhout, zijn bengelotte honderus, van de stichting Missing Airmen Memorial Foundation of SMAP. Samen met hen kwamen wij bij de familie Zandman uit, de bewoners van SMAP zijn geboortehuis. Na uitleg van onze plannen vonden mevrouw van der Meij en ik er een aantal keren een zeer gastvrij onthaal, maar ook alle begrip en openheid in deze samenwerking van hun kant. Nu wij hier met z'n allen bij elkaar staan, met een zeer groot woord van dank aan allen van de HR-groep in Leek die de plaketten of gedenkteken maken en plaatsen hier in Burgum, is onze gezamenlijke missie volbracht.
Welke Klaas is weer thuis voor het huis waar zijn missie begon? Welle kan door het Belang Burgum inhoud gaan geven aan dit project om samen met de scholen in Burgum tijdens de 4 mei herdenking de naam Zwart te laten voortleven met een krans of bloemlegging waarmee deze Fries voortleeft na de GW Naveslaan in dit dorp met een neem het over. Ik dank jullie al heel hartelijk voor het luisteren en voor dit verhaal. Dit is mijn taspraak. Hier, dank.